dames en heren. Welkom in dit prachtige slot Zeist. Dit is bij de Algemene Seniorenvereniging Zeist. Dit is de 4e aflevering, even voor 7. De opzet van de Algemene Seniorenvereniging Zeist is gebaseerd op activiteiten voor en door de leden. Zo'n 125 actieve vrijwilligers organiseren een scala aan cursussen, workshops enzovoort. Een goed voorbeeld hiervan, dat is de Bridge Cursus van Ton van Rijnsoever. Ton, waar komt die passie voor bridge bij jou vandaan? 50 jaar geleden ging ineens de Goeg gemeente ging tennissen. Daarvoor was het alleen de upperclass die tennissen. Een jaar of 20 daarna gingen de hele club, al die middenstanders die allemaal tennissen waren, gingen ineens bridgen. Dat leek me leuk. Ik maakte er kennis mee en ik ging op les. En ik merkte dat ik dat wat sneller begreep als de gemiddelde, zal ik maar zeggen. En zo groeit dat. En op een gegeven moment ga je ervan houden. Daarvoor schaakte ik. Dat deed ik niet onverdienstelijk. Maar Brits was veel leuker, gezelliger, met meerdere groepen. Wat ik overigens een belangrijk aspect van Britsen vind. Gezelligheid. Ik was toch heel erg benieuwd. Hoe ziet zo'n middag eruit in huizen van Rijnsoever? Zo'n bridgecursusmiddag. Fysiek is het gewoon dat wij de tafel een beetje aan de kant schuiven, de stoel een beetje aan de kant schuiven. En dan hebben we ruimte zat voor twee bridgetafeltjes. Vierkante tafeltjes, 1 bij 1 meter ongeveer, stoelen eromheen. Dan gaan we de spulletjes allemaal klaarleggen die ze nodig hebben. Dan gaat mijn vrouw Mieke, die begint dan met koffie en thee enzovoorts enzovoorts. Dan begint iedereen over de afgelopen week te kletsen met elkaar. En dan komt er een moment en zeg ik, jongelui, of het wordt vanavond 7 uur of we gaan nu beginnen. Oh ja. Nou, en dan gaan we beginnen. En dan doen we dat ongeveer een uur, 5 kwartier. Dan zitten ze helemaal vol met de nieuwe informatie. Dan houden we pauze. Dat is afgesproken maximaal 1/2 uur. Maar na 1/2 uur dan zeggen de meesten nu al, want het gesprekje van de voor moet nog even afgemaakt worden en zo. En nemen ze allemaal hun plaatsen weer in. En dan de tweede helft doen we altijd actief spelen. Wat we geleerd hebben voor de pauze moet dan geoefend worden. En dat is soms hilarisch. En vaak een soort angst. Je ziet mensen, oh, ik hoef gelukkig nu niet te spelen, want ze zijn bang dat ze het verkeerd doen. Nou, dat is helemaal nergens goed voor. Ze hoeven helemaal niet bang te zijn. Want we zitten om te leren. Dus we weten het gewoon allemaal niet. En iedereen maakt fouten. En om die reden heb ik ook in het begin, eerste 6 lessen of zo, echtparen niet bij elkaar aan tafel. Want mannen hebben de neiging om te vertellen aan hun vrouw wat ze fout gedaan hebben. En daar zit ik niet op te wachten en die vrouw al helemaal niet. Maar is het dus een sport voor, of een denksport, alleen voor echtparen of als iemand alleen staat? Iedereen, ook alleenstaande, iedereen kan alleen als je gaat spelen. Dan is het net als tennissen, je kunt niet alleen tennissen. Dan snappen mensen het ineens, dan moet iemand aan de overkant staan die bal terugslaat. Dus alleen tennissen kan niet. Nou, alleen bridgen kan ook niet. Dat moet je met een partner doen, daarom heet het bridge, je moet het samen doen, tegen een ander paar. Ja, je kunt je alleen aanmelden bij mij. En ik denk dat ongeveer de helft is paren of vriendenclubje en de andere helft zijn singles. En die koppel ik dan wel. Mensen kunnen ook natuurlijk kijken in de ASZ-magazine die er is. Yep. Of online, yep. Seniorenzeist.nl. En in ieder geval meer kennis nemen over de mogelijkheden die er zijn om alvast in te schrijven, lijkt mij. Of... Dat kan. En wat ik dan ook mee wil geven, en we eindigen straks. De juiste datum moet nog vastgesteld worden rond de kerst. Ik denk in de week na de kerst. Met al die groepen samen een Brits drijf. Dat ze ook kunnen zien hoe gaat het nou echt. Okay. En dat het dan ook gewoon leuk is om zo'n drijf te doen. Bewegen is goed voor iedereen. En zeker ouderen hebben baat bij lichaamsbeweging. De maandelijkse gezamenlijke wandelingen van ASZ die passen daar prima in. Gezond en gezellig. In de agenda van ASZ vindt u maandelijks 2 wandelingen. Elke laatste zondagochtend van de maand is er een wandeling met een lengte van maximaal 6 kilometer. Iedere 3e dinsdag van de maand wordt er een lange wandeling georganiseerd tot 12 kilometer, behalve in december. De deelnemers verzamelen om 10 uur 's ochtends op de grote parkeerplaats bij Slot Zeist, tenzij anders aangegeven.
Als de wandeling buiten Zeist is, vertrekken de deelnemers met de beschikbare auto's naar het startpunt van de wandeling. Onderweg wordt gerust. Soms is dat een horecastop, maar dat is niet altijd mogelijk. Na afloop is er gelegenheid om iets te eten en te drinken. Dat is dan voor eigen rekening. Verder zijn er geen kosten aan deelname. Houd het ASZ-magazine en de site www.seniorenzeist.nl in de gaten voor de meest actuele informatie over deze wandelingen. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ASZ wordt er gesproken over financiën en activiteiten van de organisatie. En dan wordt er zowel teruggekeken als vooruitgeblikt. Tijdens de algemene ledenvergadering nam Han Willems afscheid van het bestuur. Hij was 9 jaar secretaris. Vicevoorzitter Hans Burgmans sprak hem toe. Han, nogmaals heel erg bedankt voor je complete inzet. En ik weet dat het is niet een adieu, maar het is een au revoir, want je blijft nog gewoon lid van onze club en je wilt je nog wel wat blijven inzetten. Eefje van Essen was 6 jaar als bestuurslid verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. Oprichter van de Algemene Seniorenvereniging Zeist, Albert van Kuik, zwaaide haar uit met een serie foto's van de vele activiteiten waar Eefje zich voor inzette. Eefje van Essen blijft actief als redacteur van het televisieprogramma Even voor Zeven, het ASZ-magazine en de Nieuwsflits. Naast afscheid nemen werden 2 nieuwe bestuursleden verwelkomd. Gerard Reijersen is de nieuwe secretaris. En Frans de Haas neemt PR en communicatie voor zijn rekening. Welkom. Leden van ASZ vinden elkaar ontmoeten zeer belangrijk. De koffieuurtjes die georganiseerd worden, zijn uitermate geschikt hiervoor. Dat is ook de reden waarom de koffieuurtjes in diverse wijken van Zeist worden georganiseerd. U kunt inmiddels op 6 plaatsen in Zeist aanschuiven bij de ASZ koffieuurtjes. Het bekendste koffieuurtje vindt hier bij Figi plaats, elke maandag om 10:30. Op donderdagen is er elke week om 10:30 een koffieuurtje in Café Noord aan de Johan van Oldenbarneveltlaan. In de Klomp, wijkcentrum De Koppeling, bent u welkom op de 1e en 3e dinsdag van de maand, ook vanaf 10:30. Het koffieuurtje in Vollenhoven is elke laatste vrijdag van de maand in wijkontmoetingscentrum Het Vollenhof en start om 10:30. Ook de dorpen Den Dolder en Austerlitz hebben hun eigen koffieuurtje. In Den Dolder is dat bij de Eglantier, elke laatste vrijdag van de maand om 11:00. Cameraman Kees Linnenbank kwam ook even langs. Het dorpshuis Hart van Austerlitz is dé ontmoetingsplaats in Austerlitz. Hier elke dinsdag van de maand vanaf 11:00. En dan nog even dit. Bij Figi, de Eglantier en het dorpshuis Austerlitz wordt om de QR-code gevraagd. Op de andere locaties niet. Zo, dat was het voor deze maand. Vergeet niet in het magazine te lezen of op de website te kijken naar leuke activiteiten en deze uit te kiezen. Ik wens iedereen een fijne decembermaand en een goede jaarwisseling toe. Op 1 januari dan zijn we er weer met een nieuwe editie Even voor Zeven. Tot ziens!